stijve penis noemen we een erectie. Erectiepillen zorgen ervoor dat er meer en langdurige bloed naar de penis kan stromen. Hierdoor wordt uw stijve penis steviger en blijft de penis ook langer stijf. Zonder seksuele opwinding krijgt u geen erectie, ook niet met een erectiepil. Er zijn verschillende erectiepillen. De meeste erectiepillen beginnen na ongeveer een half uur te werken. Sommige werken dan 4 tot 5 uur, andere werken 36 uur. Als u vet heeft gegeten, kan een erectiemiddel langzamer in uw bloed worden opgenomen. Het werkt dan minder snel. Deze erectiepillen kunnen het beste ingenomen worden op een lege maag. Soms werkt een erectiepil pas goed als u hem een aantal keer gebruikt heeft. U merkt dan bijvoorbeeld pas na 4 tot 6 keer of het goed werkt. Gebruik een erectiepil niet vaker dan 1 keer per dag. Erectiepillen kunnen bijwerkingen hebben zoals hoofdpijn, blozen, misselijkheid, verstopte neus, duizeligheid, rugpijn en soms hartkloppingen. Bij erectiepillen die langer werken, kunnen de bijwerkingen ook wat langer duren. Wanneer u de pillen enkele keren heeft gebruikt, kunnen de bijwerkingen verminderen of verdwijnen. Bij erectiepillen is het belangrijk eerst met uw huisarts na te gaan of ze wel goed samengaan met andere medicijnen die u gebruikt. Wanneer u bijvoorbeeld hartklachten heeft of u heeft kort geleden een hart- of herseninfarct gehad, is het belangrijk met uw huisarts te bespreken of u de erectiepillen wel mag gebruiken. Heeft u een keer of 6 een erectiepil uitgeprobeerd? Bespreek dan met uw huisarts hoe het is gegaan. Soms moet de sterkte van het medicijn worden aangepast. Bijvoorbeeld om minder bijwerkingen te hebben of juist om het sterker te laten werken. Gaat u nieuwe medicijnen gebruiken? Check dan even bij uw huisarts of apotheker of ze wel samen kunnen met erectiepillen. Als het lukt een erectie te krijgen met een erectiepil, dan lukt het daarna soms ook weer zonder die pil. Een goede reden om het af en toe weer zonder een erectiepil te proberen.